jullie terug kijken naar een goed nieuwe weekvlog. Mijn naam is Sander Pad. Ik ben snel eigenlijk uit aan het bakken. Ik dacht, oh ja shit, mijn camera, ik wil geen. Ga ik even snel mijn camera pakken. En dan ga ik dan even lekker ijsje maken. Ben ik al bezig eigenlijk. Alleen mijn vuur staat een beetje te hoog. En mijn vader is weg, mijn broertje is weg. En dan gaat het ijsje gaat veel te hard. Dus, maar ja, maakt niet uit. Dus, kijk, lekker ijsje aan het maken. En dan ga ik allemaal dingen opgooien en dus ja. Dan zie je daarna dat op mijn broodje zit, dus let's go. Nogmaals, let's go. Nou, ik ben even lekker klaargemaakt, staat daar zo. Ja, maar dat was vroeger in tijd bij Vitesse. Daar zo. Daar. Ga ik dat even knullen en ik ga dan even AZ Vitesse kijken of Vitesse AZ. Speelt natuurlijk in de Kuip. Ja, het is een bekerwedstrijd. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. En ja, dan ga ik voorzien wie er wint. En ik ga ook even duidelijk nog even kamer doen. Maar dan gaan jullie allemaal wel zo'n dus ja. Let's go. Nou, ik ga nog even mijn kamer schoonmaken. Het is nu 10 uur geweest. Dus ik ga nog even mijn camera opmaken. Ik wou eigenlijk weer in de middag doen. Maar ik heb het druk gehad. Om alles dingen te doen. Een beetje dingen op mijn computer, video's. Maar het maakt niet uit. Dan ga ik nu even mijn kamer schoonmaken. En ja, dat ik nu allemaal wel zien. Dus let's go. Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, I don't need to go around anymore. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. Cancel the cruise control. Switch in the manual. Don't you wanna feel right? Ik heb even lekker mijn kamer geruimd. Alleen een beetje nog, alleen daar nog even opruimen. Doe ik zo meteen wel. En bed even van nieuwe laken opgegooid. En ja, dat is. En maar dan ga ik dan hierbij maandag afsluiten eigenlijk. Dus daar ben ik zo veel kijkvideo voor naar dinsdag. Nee, maandag zeg ik nog weer. Zondag afsluiten. En dan denk ik, zie ik hierbij u op maandag. Laters. Ik kom net uit mijn werk en ik ben eigenlijk net weer teruggegaan. Ik liep al richting huis en vergat ik mijn sleutel weer. Lekker handig, zo ben ik. Maar ik heb een nieuwe sleutel gelukkig bij me. En sommige mensen hebben gespekt en sommige hebben niet gespekt trouwens. Degene die dit kijkt ook, die weet wat ik mee bedoel. Dus, maar dan ga ik nu richting huis, ga ik dadelijk even lekker eten. Wat ik ga eten is een tweede vraag. Ik ben eigenlijk echt mobiel verslaafd, dat was wel. Maar ja, dan ga ik nu richting huis en ga ik lekker eten, dus let's go. Nogmaals, let's go. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Sky, only you. Make me, I,
zijn die? Je geeft echt nog wat. Nee. Ja, het is gewoon. Nee, ik duw het echt niet, man. Alles zit opgesloten. Laat me erin. Zit je vast, Hans? Grote smurf. Hand eruit. Jammer, joh. Hè? What the fuck? Shit, dat had ik niet aangedacht. Jij bent slim. Nou, ik ben al een tijdje bij Hansie. Daar zit hij dan. Mobiele eenheid. Mobiele eenheid! Je weet zelfs. Hoe vond jij het gisteren trouwens? Wat vond jij jullie, wat vond jij van eigenlijk voor mij, eigenlijk ook voor jou, een week terug? Ja, is eigenlijk zaterdag. Ja, gezellig, man. Waar is die ding? Hè? Waar is die ding? Ik heb hem niet eigenlijk laten zien in de vlog. Dat ben ik vergeten. Ja mensen, hij dat heeft hij gekregen. Dat is Ja, ik ga lekker met mij. Tot mijn cd uit is gekomen. Ja. Het is officieel nou mensen. Ja. Echt officieel. Ah, motherfucker. Wat er gebeurde er? Ik heb niet eens kunnen zien, maar ik kan wel terugkijken. Dat ga ik sowieso doen. Ja. Maar waar zijn we net heen geweest? Nou, mijn nichtje. Want die is de winnaar van de boek. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Zoals jullie hebben gezien, is dat winnaar uitgekomen. Altijd staat een tijdje. Eerlijk, eerlijk verdiend. Dus. En wist jij nog niet? Weet je wie ook nog op de foto is geweest? Met André Pronk. Mijn vader. Mijn vader. Hoe weet je dat? Ja. Hier. Ja, de vader vond hij ook wel leuk. Ik dacht, ik vroeg aan mijn vader, wil je een foto met hem? Ja joh, Dus, dus. Maar ja, dan ga ik nu even lekker FIFA doen met Hans. Kijk FIFA. Ik sta met 3-2 voor. Hoe gaat het met FIFA, man, vet je? Fuck off, hou. Karim Rikik is er ook weer hoor. Karim Rikik. Karim Rikik. Spijt mij af allemaal, Karim Rikik zou wel tof zijn. Mag het? Mag dat? Hey, Sander, het mag niet. Doei. Slaap, dat moet je tegen hun zeggen, hè? Slaap lekker, doen. Jongens, slaap lekker daar. Want het is al bedtijd. Ja. Voor jullie zeker. Ja. Voor jou ook. Nee, trouwens, voor hun niet. Want als ik kijk, is het 6 uur. Of 7 uur, een van die twee. Of half 11. Nee, 6 of 7 uur. Ja, bepaal ik de tijd hoe laat ik online ga. Ik bepaal dat. Ja, maar... Niks maar! Oh ja, helemaal hoor. Niks maar! Ik bedoel... Niks! Iedereen... het is echt niet op die tijd, hè. Oh, daar gaan ze agressief doen, hoor. Maar dan ga ik nu even lekker FIFA spelen met ons. Dus laat. Dus. Nou, ik ben nou richting huis. Ga ik dadelijk lekker in mijn bedje. Ga ik alleen dingen op mijn computer doen. En voor de rest zie ik nog allemaal. En dan zie ik hier eigenlijk morgen weer. Dan dus eigenlijk. Maandag is voor mij nu voorbij. En dan ga ik allemaal dingen op mijn computer maar doen. Dus. Let's go naar dinsdag. Dus let's go. Nou, goedemorgen allemaal, ik ben net thuis zo wakker. Ik ga dan even dadelijk klaarmaken om richting werk te gaan. Nu even lekker relaxen op de bank, op de stoel. En dan ga ik richting werk. Eigenlijk niet echt zin in. Zondag is het natuurlijk een leuk feest, maar nu heb je allemaal mee natuurlijk. Dus volgende week pas, dat jullie denken, is dat in deze week vlog? Nee, dat is volgende week vlog allemaal te zien. Dus blijf in ieder geval sowieso kijken en dan... Ja, ziet je allemaal wat er allemaal gaat gebeuren. Dus ja, nu let's go. Nou, ik ben al richting huis. Ik kom net een paar mensen tegen. Daar ben ik net eentje met op foto mee. Misschien zien jullie een foto hier zo. En dan ga ik nu maar richting huis. En ik ben echt onhandig geweest. Weet je waarom? Dat is dan dit. Oh, juist. Lekker slim. Ben ik laat mijn pak vallen. Ik heb
ik nooit op mijn werk. Heel erg slim voor mij. Ja. Kan gebeuren, ik laat wel iets vaker vallen. Ik heb wat leuker van de rilling zat. Dan ga ik nu richting huis en dan ga ik even dingen doen op mijn computer. En terwijl ik eigenlijk aan het werk was, heb ik gelijk even dit gehaald. Bierfits. Dat is echt zo lekker. En ja, dan ga ik nu mijn nieuwe richting huis. Dan ga ik dingen doen op mijn computer. Ik weet niet eigenlijk trouwens of ik wel goed gefilmd heb net, maar ja. Dus ja, ik ben zo lekker handig. Dat ik gewoon niet laat vallen. Ik was toevallig aan het spiegelen. Ik had vandaag elk ding heel veel eerder af dan normaal. En nogmaals, dikke shout-out naar de mensen die ik me tegenkom. Maar dan ga ik nu recht uit. Dus ja, let's go. Nou, ik ben al een tijdje nog wakker. En ik ben heel druk bezig geweest op mijn computer. Eigenlijk niet zoals jullie al hebben gezien. Heb ik niet deze dag niet veel gevlogd. Maar dan ga ik nu slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus ja, in ieder geval, let's go naar morgen. Tot morgen, mensen. Nou, leuk dat je kijkt naar Groen Nieuw. Ja, mensen. Leuk dat jullie kijken nog. Maar dan ga ik ben nu even dingen klaarmaken. En voor mijn computer. En dan ga ik dan naar de richting werk. Ga ik eerst naar beneden. Ga ik lekker chilling zouden. En ja, dan naar werk. Dus, let's go. Nogmaals, let's go. Dan gaan we naar beneden. Dus, let's go. Roads with you. Can't remember the last time I went without you. Nou, ik ben nou richting huis al, maar om mijn werk heb ik me opgehaald. Voor mensen die tegen wonden kan, kijk dan even niet en dan zeg ik wel als je er kan kijken. Maar ik laat nu mijn wond zien. Ik had dat zo erg wat er is. Eerst was het een beetje schaaf, heel klein beetje open, maar aan jullie kunnen we kijken. En dan was het een klein beetje open en nou, en ik was weer verder nog steeds door aan het werken en ik haal nog erger open wat het is. Ja, lekker handig. Maar ja, dan ga ik nu richting huis. Even lekker eten. Yes, ja. Dus voor de rest zie ik wel. Dus let's go. Nou, ik heb eigenlijk niet lang gevlogd, want ik was druk bezig met de editen en ik had gisteren al iets tegen, was ik vergeten te melden, maar ik ga het nu even melden. Voor mensen die er nog niet wisten, Sjaak Zwart heb een fijner nummer gezongen. Voor mensen die niet geloven, jullie zien nu hier een stuk. Dat is zo'n erg apart. Ik ben benieuwd naar Ajax fans. Wat vinden jullie van dat hij een fijn lied heeft gezongen? Vinden jullie dat dat kan of niet? Laat even weten in de reactie. Ik ben benieuwd of wat jullie van vinden. En eigenlijk ook gelijk een beetje bericht naar Hans. Wat vind jij ervan? En ja, dan ga ik maar slapen. En tot morgen dan weer. Dus ja. Ja, voor mij, voor jullie, naar tot morgen. Dus let's go. Leuk dat ik kijk naar deze vlog nog steeds. Maar mijn computer ben ik nu aan het schoonmaken. Ik heb eigenlijk gisteren mijn vaders computer gebruikt om te gaan editen. En ja, echt binnenkort ga ik een nieuwe computer halen. En wanneer is het nog niet duidelijk wanneer. Maar dan ga ik nu naar beneden. Ga ik even nog denken wat ik op die kaart van Sabine ga sturen. Ze hebben al binnen een dag 33.000 kaarten binnen gehad. Het is al heel tof. En de Kingler wil vooraf of diegene of de kijkers ook van Kingler het ook hebben gestuurd. Ik ga in ieder geval sturen. Ik ben een soort van fan van Kingler. Ik vind hem wel een toffe gozer. Heel aardige man is dat gewoon. Maar dan ga ik nu naar beneden. Dus ja. En ik ga de kaart nog opsturen. Dus let's go. Nou, ik kreeg net vandaag een e-mail binnen
van iemand van iets van verstandelijke beperking. Een bedrijf soort van. Ben ik benaderd of ik samen wil werken. En ik ga er diep over nadenken of ik ga doen. Nou, ik ben al een tijdje thuis eigenlijk al. En ik ga dan... Ik laat even weten in de reactie trouwens of jij je ook een minuut stilte hebt gehouden. En ik ga vandaag nu even maar naar de volgende dag. En ik ben achtergekomen, maar daar verder ga ik niet op in. En ik heb ook nog weer een apart video genomen. Eigenlijk had ik er ooit video mee opgenomen. Misschien hebben jullie nu de video al gezien of jullie gaan nog kijken. Kom binnenkort online. Maar ik heb een video opgenomen, maar ik was hem eerst van was ik per ongeluk verwijderd. Dus ik heb hem weer opnieuw opgenomen. Dus maar ja. En laat even weten in de reactie wat voor video nog meer kunnen opnemen. En dan zien jullie dat binnenkort. Maar dan ga ik nu de dingen op mijn computer doen. Dus ja. Let's go. Nou, het is nou vrijdag. En vrijdag de 5 mei. En ik ga nu naar beneden. Ik heb net even lekker gedoucht. Dus ga ik naar beneden. Dus let's go. Nogmaals, let's go. Huis, dan ga ik met hem lekker even ook mijn appeltje aan het eten. En dan ga ik thuis even dingen doen. Ga ik even eten. Maar het is vandaag natuurlijk ook op nu bevrijdingsdag. Even dingen thuis doen. En voor mij was ik altijd een jaar geleden altijd op bevrijdingsdag vrij. En te denken van waarom nu eigenlijk niet, maar maakt uit. Ik ga dan nu even dingen thuis doen en dan zie ik voor de rest wel. En dan geniet ik lekker van Alpertje. Dus, nou, dus de richting huis. Dus let's go. Nou, het is eigenlijk best wel laat in de dag, want het is bijna half. Het is nu 2:30 en ik ben eigenlijk nog steeds wakker. Maar ik wil hier nu bij zeggen, ik ga nu eigenlijk hier bij vrijdag afsluiten. Ik ben nu lekker wat muziek aan het doen, luisteren en lekker op de telefoon een beetje dingen kijken. Maar dat ga ik hierbij nu zeggen. Tot volgende dag. En dus let's go. Nou, leuk dat je kijkt nog steeds naar deze weekvlog. Wat ga ik doen? Even mijn haren doen. En dan laat ik ook misschien even lekker koffie drinken. En dan zie ik al hoeveel dag verder loopt. Dus ik zeg in ieder geval blijf kijken. En dan gaan we mijn haar doen. Dus let's go. Let's go. Where are you going? Go.
saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Nou, ik ben al een tijdje de hele tijd naar beneden een beetje aan het chillen. En dan ben ik een beetje op mijn camera aan het chillen. Ik ben al niet echt iets bijzonders aan het doen eigenlijk vandaag. Ik ga denk wel dadelijk even kaart schrijven nog. Moet ik even kijken op de koers. Ga ik even kijken op het internet. Wat misschien leuke teksten. Eigenlijk ken ik zelf niet aan mijn hoofd verzinnen. Ik vind het zo lastig eigenlijk. Maar ik ga hierna even, ook even video opnemen. Maar dat zie je al binnenkort. Of jullie hebben het al gezien op mijn kanaal. Maar ja. Laat dan even bij die video, als die online is geweest, even reactie achter. Of jou hebt gekeken. Ja, dan ga ik nu verder. Dus ga ik even dingen doen op mijn computer. En nu een video opnemen. Let's go. Nou, ik ben nu al even lekker alleen thuis. Mijn vader is even ergens heen. Maar dan maak ik eigenlijk helemaal geen zak haar die heen is. Maar mijn buurt ook helemaal geen... mijn boord zelfs niet. Maar ik ga even wat licht aanzetten. Het is wel best wel donker. En even lekker muziekje harder zetten en dan ga ik lekker van de muziek genieten. En eigenlijk heb ik al lang een tijdje, al een paar dagen al, op zaterdag heb ik gelijk online gegooid. Ik wilde het zo snel mogelijk eigenlijk online hebben. En dacht ik, nou, weet jij toch ook niet, jongen. Ik ga even kijken naar weergave. Ik check altijd mijn kanaal even of dat voor deze app gebruik ik ervoor. Dan kijk ik het even naar. En ik vind het wel netjes. Dus morgen ga ik er nou even lekker genieten en ik ga er even lekker bakje koffie zetten. En dan lekker bank zitten met de muziekje. Dus ja, let's go! Nou, ik zou eigenlijk naar de keuken, maar een beetje akkoord. Maar wat ik nu wil zeggen is, ik wil hierbij deze weekvlog afsluiten. Morgen, voor mij, morgen, maar voor jullie eigenlijk, volgende week, is de bijzonderste dag die aankomt. En ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Wie de win, of ze dalen of niet. Maar het zien jullie volgende week. Zaterdag of zondag. Ik probeer die dag in te plannen en online te gooien. En dan wil ik jullie nu hiermee bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vonden jullie deze weekvlog leuk? Doe eens zo'n blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou heel tof zijn als je hier beneden abonneert. En wens ik vast veel kijkplezier naar een nieuwe weekvlog. En dat weten jullie ook. Of fijn dat gered heeft, of niet. Maar eigenlijk weten jullie het al. Maar jullie weten niet mijn reactie. Hierbij. En zie je volgende week. Zeg ik hierbij. Laters.